En ik bedacht me opeens, ik heb vandaag nog iets gekregen. En dan ben ik helemaal vergeten te laten zien. En dat is... Het is vrijdagochtend. Sarah en Mila zijn aan het spelen. Ik ben over 5 minuten naar school. De was aangezet. Oh ja, ik ga de vaatwas even aanzetten. En dan hebben we een goede start deze ochtend. En dat is altijd ons dingetje natuurlijk. Zo, weer thuis van de boodschappen doen. Ik heb niet veel gehaald, maar even wat laatste dingetjes. Ben je zo nieuwsgierig gelijk? Ja. Je kan niks kort. Je hebt eten, je hebt drinken. Weet je, alles is gedaan voor jou. En je, toch wil je altijd mijn boodschap, hè? Ik heb gewoon even veel mandarijntjes gehaald. En ik heb spinazie gehaald, daar ga ik iets mee maken. En nog een los klein appeltje voor Sarah. En dat was eigenlijk mijn hele boodschap alweer. Want ik had verder mijn boodschappen al gedaan. Ik moest gewoon even een paar dingetjes waar ik toch op misgreep halen. Toen was ik die mandarijn vergeten. En toen dacht ik, ik heb ook eten voor zondag. Dus hier ga ik soep mee maken op zondag. En dan ben ik klaar voor deze week. Dus dat vind ik heel erg prettig. En toen kreeg ik pakketten binnen. Die zijn best groot. Vooral de ene is heel groot. Even kijken. Deze twee heb ik binnengekregen. Ik ga ze even openmaken. Maar deze kan wel lekker zo. Dit is... mijn nieuwe dekbed voor de slaapkamer. Ik zal hem ook even laten zien. Deze is zo. Die vond ik wel heel leuk bij de dingen die we in de slaapkamer hebben. Nou, dat bed moet eerst nog neergezet worden. Maar goed, een nieuwe dekbed heb ik dan nog wel. En voor deze ga ik even een schaar pakken. En dat zie je. Er is iets groter dan ik verwacht had. En hij staat zo niet terecht. Anders moet ik even kijken of ik hem wel kwijt kan. Ik had hem niet zo groot verwacht namelijk. Dus dat wordt nog even spannend. Ik heb namelijk een nieuwe kullenbak. Ik denk veel hem daarmee op, maar dat gaat dus goed. Groter dan ik nog had, terwijl de maanden staan erbij. Dit is zo'n sorteerbak, want we moeten tegenwoordig altijd sorteren. Maar ja, het staat allemaal zo los en lelijk. Dus ik denk, dan is dit wel fijn. Dan kan je de stickers opplakken wat waarin gaat. Oké. Okay. Nou, ik vind het wel heel mooi en groot. Dus ik ga even kijken hoe ik deze in de keuken neer ga zetten. Nou, ik heb hem een random plekje gegeven. Want ik moet echt even na gaan denken over hoe ik het neer ga zetten. En nu moet ik het piepschuim even allemaal klein maken. Dat mag niet in die andere bakken. Dus allemaal klein breken en in de vuilniszak. En dan kan ik die... dadelijk wegbrengen en ik moet even opschieten, want ik heb dadelijk ook de overblijf. En ik wil daarvoor eigenlijk gewoon al dat vuil al weg hebben. Ik heb de overblijf gedaan en daarna was Denise hier eigenlijk gelijk. En die heeft me even geholpen met wat dingen uit de kamer sjouwen die boven uit de kamer moesten. En nu is het eigenlijk gelijk alweer tijd om de deur uit te gaan. Dus ik ga mijn jas aan doen. Ik heb zelfs zwemtas net nog wel even snel ingepakt. Die staat klaar. Dus dan is het tijd voor zwemles en na zwemles is het weekend. En ik heb een leuk weekend voor de boeg. Dus daar heb ik echt zin in. En dat gaan jullie ook allemaal zien in de vlog natuurlijk. Nou, Sarah was zo snel van de gym en we hadden een verkeer mee. Dus we zijn al bij het zwemtijd. Deze dame gaat, die wil niet, maar die gaat heel goed haar best doen. Nee. En ik ga kijken of je goed je best doet. En daarna gaan we lekker naar huis, lekker eten. Nee, papa. Kies. En we gaan even een minuutje wachten als ze een beetje te vroeg binnen. Nou, de zwemles ging goed en we staan nu in de rij om te tanken en we hadden een discofeestje.
om op ons beurt te wachten. En ik ben benieuwd, want tanken is natuurlijk een drama. Maar ik denk, ja, elke keer als ik langs rijd, dan, al heb ik er dan even 5 liter in, dan hou ik mijn tank toch een beetje vol. Want echt, elk tankstation is hetzelfde probleem. Dus het maakt ook echt niet uit waar ik ga. Maar goed, ik ben bijna aan de beurt. Nou, daar gaan we weer. Als je überhaupt in wil. Gewoon weer precies hetzelfde verhaal. Ik zat me trouwens te bedenken dat ik eigenlijk helemaal niet meer heb gezien wat het drama nu is met de prullenbak. We hebben hier namelijk de gewone prullenbak en die moet ik ook houden staan. Want daar gaat de restafval in met de kattenbak staan. Maar ik kan deze prullenbak niet kwijt, dus die staat nu hier voor een deur. En hier doe ik dus verpakkingsmateriaal, GFT en papier in. En ik wil hem dus eigenlijk ook daar, maar ik heb hier nu nog die tafel staan die weg moet. Dus daarna kan ik pas die kast schuiven, dus dit is nu één grote rommelhoek. Maar goed, ik ben wel van al dat losse zooi af. En ik bedacht me opeens, ik heb vandaag nog iets gekregen. Dan ben ik helemaal vergeten te laten zien. En dat is deze. Een stofzuigerrobot. Ik ben heel benieuwd. Want ik weet helemaal niet of dit wat is verder. Maar ja, het is altijd leuk om dat te krijgen. Dus ik ben benieuwd. George hold on off. En hij zou ook moeten kunnen dweilen, maar ik snap niet helemaal hoe dan. Eens kijken wat hij gaat doen. Oh, nou, wat wel gelijk aan de slag. Ik heb het dweildoekje ook nat gemaakt, want dat kan je eronder doen. Dus ik ben heel benieuwd of het werkt. Ik vind het wel heel grappig. Ik denk dat ik hem gewoon vanavond aan ga zetten als ik naar bed ga. Maar ik kan helaas niet onder komen. Ik sta echt naar dat ding te kijken en niet om te volgen. Het ziet er in ieder geval wel heel grappig uit. Maar ik denk dat ik dan morgenochtend even moet laten zien wat er dan in zit, zeg maar. Of die een beetje zijn werk heeft gedaan. Het zou wel een verademing. Laat hij dan ook, nou ja, laat hij echt een dwelspoor achter of zo. Hij had ook gewoon echt random de kamer door. Ik ga lekker mijn bedje in. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren en een duimpje achter te laten. En dan zie ik je natuurlijk morgen. Doei doei!